Welkom bij 023 Sport, vanavond voor het goede doel, het beklimmen van de Kilimanjaro voor World Child. We hebben een aantal gasten, even kijken of ik ze nog op een rijtje kan vinden. Joke Bloeren uit Zandvoort. Irene Bakhuis uit Aardenhout. En nog een Zandvoortse, dat is namelijk Daphne Mus. Ja. Ik begin met jou, want jij bent al heel erg bezig geweest ook voor andere doelen. Ja, vertel. Nou, ik vind het altijd wel leuk om iets te doen. Ik hou wel van uitdagingen en ik vind het ook leuk om daar iets aan te verbinden. Dus hiervoor heb ik de Alpe d'Huez gefietst en het voor het goede drankenfonds. Hoeveel keer? Ik ben 4 keer omhoog geweest. En ook naar beneden dus? En ook naar beneden. En ja, uiteindelijk is naar beneden wel leuk, maar omhoog is wel heel mooi, omdat je... En er zijn ook zoveel mensen langs de bochten en er wordt muziek gedraaid en mensen zijn je aan te moedigen. En ook gewoon de gesprekken die je op die berg hebt, die vergeet je gewoon niet meer. En alle kaarsjes, hè? Ja, dat is als je 's nachts en 's morgens vroeg gaat, dan iedereen die een dierbare heeft verloren, die zet dus in elke bocht een kaarsje neer. Dat is ook wel een van de redenen geweest dat de laatste bocht omhoog ben gekomen. Het is ook echt wel, het doet heel veel met je. Goed hoor. Dus, het is behoorlijk zwaar, zeker zo'n afdaling. Hoe lang deed je erover dan om naar beneden te komen? Naar beneden heb ik niet geteld, maar uiteindelijk, je mocht ook niet zo heel hard. Volgens mij mocht je iets van 40 maximaal naar beneden, of 35, 40. Ja, omdat het best wel druk is zo'n dag. Ja. Maar het is wel echt, Ja, skikken hoe zo'n afdaling. Ja, afdalingen zijn intussen, vind ik die leuk. Ja. Vond ik absoluut niet. En ook steeds Groningen, je bent er één, hè? Het ron ook met Donald's Kinderfonds was dat. Ja, was wel heel gaaf. Dat was smiddags om 1 uur beginnen volgens mij. Toen zijn we begonnen in Groningen. En toen zijn we smiddags geëindigd in de volgende dag in Maastricht geëindigd. Dat was wel heel gaaf. Vooral omdat je op GPS moest fietsen. Ja. En ik weet wel dat ik niet zo heel goed in GPS lezen was. Dus we waren wel een keer verdwaald. Dus. Irene, ben je ook zo sportief? Nee, zo sportief ben ik niet. En ik, ik had eigenlijk, als je mij 5 jaar geleden dit had gevraagd, had ik niet gedacht dat ik dit zou doen. Maar het kwam een beetje op mijn pad, omdat een vriendin het vorig jaar gedaan heeft. En dat ging zo kriebelen bij mij. En ik dacht, ik wil ook een keer zoiets. Gewoon iets out of my comfort zone, iets met een uitdaging. En daarbij vond ik het heel mooi dat het voor World Child kwam, omdat ik zelf hele gezonde kinderen heb die hier in een gebied opgroeien waar eigenlijk alles kan. Waar ze veilig naar school kunnen, waar ze niet bang hoeven te zijn voor bommen of granaten. Dus ik dacht, wat een mooi als we dit kunnen koppelen. En dan ga ik het gewoon doen, dacht ik. Jong heeft een beetje informatie over die berg waar jullie op gaan. Nou. Ja, het lijkt mij een afschuwelijke berg. We moeten nog, vertel niet te veel. Er staan 3 grote kraters, hè. 2 zijn er dood en eentje is nog slapend. Het hoogste punt is iets van 5600 meter. Nee, 5895. Ja. Nou, ik vind het ook goed. Maar god, het is echt ongelooflijk. Het zijn vulkanen, het is een ontzettend onherbergzaam. Als je helemaal boven komt, dan zit je tussen de gletsjers. Hoe hebben jullie daar in godsnaam op voorbereid, op die kou? Op de kou, we zijn het Vrieslab zijn we geweest in Amsterdam. Dat is een cabine waar je in gaat. Dan gaat het tot min 155 graden. Min 155. Ja, en vorige week ben ik nog met Joke in Heemstede geweest in een speciale tank. En dan gaat het tot min 196. Maar goed, wat doet je lichaam dan in godsnaam? Ja, dat staat nog even stil of zo. Ja, het is eigenlijk een soort restart voor je. Een hartslag van 10 of zo. Nee, dat is maar 3 minuten. Hè? Nou ja. Dus het is natuurlijk niet dat je voorbereid bent op de kou, maar het is eigenlijk meer goed voor allemaal andere dingen. Het is een reboost voor je lichaam. Het is heel goed voor je spieren en voor je huid. Nou, ik vond vandaag buiten wel koud. Ja, dat was het ook, ja. Maar het is een heel andere kou. Dat is niet te vergelijken. Jullie gaan ook in ijsbaden, hè? Ik ben in een ijsbad geweest vorig weekend. En dat was ook wel een dingetje. Maar ik vond het een hele mooie ervaring. Want je stapt erin en je kunt... dat doe je. Maar op een gegeven moment er staat iemand bij die je begeleidt. En die helpt je met je ademhaling. En op een gegeven moment kon ik er echt in ontspannen. Dat vond ik een hele mooie ervaring. En wat ik wel leuk vind van deze dingen, van dat ijsbad, maar ook van dat freeslub, het zijn ook een beetje mentale uitdagingen. En ik weet zeker dat er genoeg mentale uitdagingen tegen gaan komen op die berg. Hebben jullie vertrekken met een grote groep? Was er niet van 39 man?
In totaal? Onze groep is 27. Man. 27? En er zijn voor Wordtjaal 3 groepen. Wij zijn de eerste groep. Okay. Volgens mij dat er in totaal 77, verdeeld over die 3 groepen. Okay. Ja. En pak je al dan die bekende route, wat is het, de Mashama-route en de Marunga? De Mashama-route. Mashama-route. Ja. Waarom heb je die genomen, niet die andere? Die is zwaarder? Nou, ik weet dat deze wat langer is, want je hebt de Coca-Cola-route, die is wat korter. En je hebt, dit is de whisky-route, dat zijn de bijnamen. Maar hij duurt iets langer, hij heeft 5,5 dag om omhoog te komen. Dat heeft te maken met de acclimatisatie. Dus we hebben dan iets meer kans om ook daadwerkelijk op die top te komen. Ja, als je op een gegeven moment over de 2500 meter zit, dan moet je wel ademhalen. Dan kom je toch nauwelijks meer naar boven, lijkt mij. Het is 40% minder zuurstof. Ja, het wordt heel langzaam. Ja. Hoeveel kilometer leg je dan af in een uur op die hoogte? Nou, dat durf ik niet te zeggen, maar we gaan heel langzaam. Het is echt, het is pole, lees je overal. Dat zeggen ook de gidsen, dat je echt heel langzaam gaat. En dat is om je lichaam zoveel mogelijk aan de hoogte te laten wennen. Ja. Je loopt overdag ook hoger dan dat je slaapt. Om die acclimatisatie zoveel mogelijk goed te krijgen. En dat is de beste tip. Dat zeg je gewoon zo langzaam mogelijk. En in het begin zal je denken van, nou, ik wil eigenlijk wel veel sneller, maar dat... Met de afdalingen, de caissonziekte zal niet uitbreken. Maar het lijkt me toch ook al heel zwaar naar beneden te gaan. Ja, dat schijnt ook heel zwaar te zijn naar beneden, vooral voor je knieën. Ja. En omdat je natuurlijk net een hele lange nacht hebt gemaakt, want voor de topdag beginnen we om 12 uur 's nachts. En dan ben je toch zeker wel 14 uur in touw, waarvan de helft ook weer naar beneden natuurlijk. Dus je bent al hartstikke moe. Dus dat wordt pittig. Daphne Mus, jij bent door Joop bij het hele project gehaald, hè? Hoe zit dat Wordtjaal? Hoe kom je daarmee in contact? Waarom doe je het? Want jullie hebben ook al heel veel acties gedaan. Ja, klopt. Ja. Nou, Joke die was bij een meeting van Wordtjaal, waardoor zij geïnspireerd raakte. En dat is natuurlijk heel mooi om er een goed doel aan vast te hangen. Maar voor Wordtjaal moesten we sponsorgeld binnenhalen. Dat hebben we inmiddels ons doel bereikt. Maar er kan natuurlijk altijd nog wat meer geld bij voor Wordtjaal. En dat hebben we aan de hand van heel veel acties gedaan. Nou, onder andere bij Mind Your Step van Marieke Fransen. Zij heeft een bedrijfje in Zandvoort, waar ze veel doet met de Bellycons. Dat is een kleine trampoline. Mm-hmm. En daar hebben we een Bellycon-marathon gehouden van 3 uur. En daar hebben we allemaal mensen naar binnen gehaald. En zijn we 3 uur op de trampoline gaan springen. En waar we toch zeker wel bij 1000 euro mee binnengehaald hebben. Ja. In totaal heb je nu zoiets van 7000 euro binnengehaald. Ja. En dat is een goede sport. Geweldig zeg. Ja, dat hebben we ook gedaan. Schoenenpoetsen. Ja, joh, ik was op Schiphol. En wat had je daar in een andere bijeenkomst? Nee, wij werken ook allebei voor Transavia. Ja. En er was een nieuwe pensioenregeling hadden wij gekregen. Joke die doet naast werk bij Transavia, zit ze ook in de pensioenen. Dus wij hebben met Transavia afgesproken dat wij leggen wat uit over het nieuwe pensioen. In ruil voor uiteraard een sponsoring. Ja. Is pensioen niet echt, maar pensioen is natuurlijk niet mijn ding. Dus ik zeg, ga ik ook mee en ga ik schoenen poetsen. Pensioen wordt nu extra goed geregeld. Ja, dat is een top pensioen. Maar het is wel heel leuk om sponsoring te doen, om er ook wat voor terug te doen. Ja, dat is namelijk ook, en we hebben ook een diner gehad, een benefiet diner. Het is gewoon ook leuk dat mensen wat geven, maar dat je ze ook wel terug kan geven. Dat is bij Zandvoort restaurant, hè? Ja, klopt. Ja. Bij de meester. Ja, in de Zeestraat. Ja. Dus dat was ook heel leuk. Nou, ik kan me voorstellen dat je dit niet bedenkt van de ene op de andere dag. Hoe lang speelt dit al in jullie hoofden? Bij mij precies is een jaar. Het is een jaar geleden is die vriendin van mij gegaan en toen die ging was ik een soort bevangen en dan zat ik elke dag op die Wordtjaal site te kijken of ik er kon volgen. En toen dacht ik, maar ik wil ook. En toen ben ik in april naar de eerste informatieavond gegaan. Met Roos, een vriendin die ook meegaat. Ik ging een borrel drinken met haar, terwijl die vriendin op de berg stond. En ik zei, nou, vriendin van mij, die is nou iets aan het doen, dat wil ik ook. En die zei, als jij gaat, ga ik blind met je mee. En dat heeft ze gedaan. En we zijn eigenlijk naar die informatieavond gegaan om informatie te halen. Maar uiteraard kon je daar inschrijven, blijkbaar hadden wij nog niet bedacht. Maar we hebben elkaar daar aangekeken, 1 biertje gedronken en toen gedacht, we doen het gewoon. Goed zo. Ja. En jij ook in de jury? Eigenlijk is dat
Nou, dat je ook de statie had gehad bij World Child, uh-huh. De Invoerdag. En toen, wat al eerder zeiden, is dat Joke wel meer extreme dingen doet, zeg maar. Bergen fietsen, doen we dan met een vriendengroep. Dus we hebben Mont Ventoux gedaan en de Alpes en ik ben niet zo van het fietsen. Maar Joke zegt ook altijd, ja, jij moet ook een keer een uitdaging doen en een doel. En nu kwam dit voorbij en toen was ik net iets te lang stil, vond Joke. En toen zei ik, was voor het eerst dat ik dacht van, dit lijkt me echt helemaal te gek om dit te doen. Maar goed, je had het in je hoofd. Ja, dan is het binnen een jaar, in jouw geval. Dan moet je toch bezig zijn, dan moet je toch trainen, dan moet je oefenen. Wat ik kan je een mooi voorbeeld geven. Ja. Ik stond vorige week was ik bij de sportschool. Ja. En ik stond daar keurig op mijn loopbandje, voorzichtig, ik doe het wat kalmer aan. Naast mij stond een of andere fanatieke vrouw. Met een rugzak op, een paar bakstenen erin. Die stond te zweten van hier in Tokio. En dat was die dame. En die sprak over Wortjo. Nou, ze sprak over, ik ga de Kilimanjaro beklimmen. Ik denk, maar god. Ja, maar dat riep jij tegen mij de dag daarna. Ja. En nu zitten ze hier. Kun je je voorstellen, of zo lopen met een baksteen op je rug? Maar nou, die gaan een oefening. Buiten het wandelen in de duinen in Zandvoort, maar... Dat hebben we gedaan. We hebben twee personal coaches een klein beetje gehad. Die ons wel hele goede tips hebben gegeven over oefeningen. Heel veel, oefening squats en dat soort dingen. Dus die we dan eigenlijk gewoon thuis moesten doen. Marieke, daar ben jij eigenlijk veel bezig bij Sport van Mind Your Step. Ik heb daar bij Mens en Fit en bij Mind Your Step eigenlijk bootcamp gedaan. Wat hebben we nog meer gedaan? Oh, we zijn ook nog een keer heel leuk de Rembrandtoren met die coaches wezen beklimmen. Ik dat van Dat is zo leuk. Hoe kan dat leuk zijn? Ja, dat was echt leuk. Er zijn dus gewoon brandweermannen die dat als een sport hebben. En die gaan gewoon zo snel mogelijk... Met volle bepakking ook echt. Ja. Met zuurstofmaskers op eraan. En gaan ze heel snel naar boven. Ik dacht de eerste keer toen ik dat zag. No way. Maar je wordt er wel door geïnspireerd. Dus uiteindelijk, het was 38 verdiepingen geloof ik. Ja, 38. Ja. Oh, en je moest wel beginnen in de kelder. Ja, op en neer. Je begon inderdaad wel helemaal in de kelder. Maar het is een afgesloten ruimte. Oh, het was echt hartstikke warm was het. Nou, dan hadden wij gewoon een sportkleren aan. Maar die brandweermannen helemaal... Maar een hoor. Maar het is wel een conditie van hier tot Tokio, 4 tot Kilimanjaro. Dat hier ben je Kilimanjaro, Je merkt ook echt dat je een stuk fitter bent. Ja. En dat traplopen, je begint met een paar trappetjes. We zijn in Zandvoort, gingen we wel eens de rotonde omhoog en naar beneden. Maar uiteindelijk voel je en loop je gewoon veel makkelijker. En dat is wel, als je kijkt waar je dan begonnen bent, wij wisten het in juni dan. En toen zijn we op vakantie gegaan en dan ga je nog een beetje in de bergen, waar we ook waren, naar Denne, in Italië, in Oostenrijk. Dus je loopt wel wat, maar daarna begin je echt met trainen. Echt wel intens. En dan zie je ook gewoon hoe wat... Maar die bergjes in Europa, dat is niet vergelijkbaar hoor. Nee, maar dat... We gaan er gewoon vanuit. Nee, die hoogte kan je hier niet trainen. Nee, maar we hebben wel ook een heel voorbereidingsweekend gehad in de Ardennen vanuit World Child. Ja. Waar we echt wel een beetje getraind hebben, ook met wat meer klauterwerk. Want er zit een één klimmenwal muur in, zeg een beetje, in de breakfast wall heet die. Dus we hebben een beetje op getraind en mooie wandelingen gemaakt. Het is wel een aanslag op je benen natuurlijk, is wel zo'n tocht. De hele tijd, dus je moet echt... Ze leven 10 jaar lang. Heel even nog voor de mensen die het niet weten, want er zijn natuurlijk altijd mensen die van sport houden, maar niet weten wat World Child is. Kan een van jullie even in het kort vertellen wat dat is? Dat is heel mooi voor ons vertellen. Nou, World Child is een organisatie die voornamelijk kinderen helpt, gericht is op kinderen in oorlogsgebieden. En zij werken zowel in heel veel landen waar oorlog is, maar ook best wel veel in Nederland met vluchtelingkinderen. Er zijn veel kinderen hier naartoe gekomen natuurlijk de laatste jaren. En wat zij doen, ze willen die kinderen weer een nieuwe toekomst geven. En die kinderen zijn vaak heel erg beschadigd in hun vertrouwen, hebben vreselijke dingen meegemaakt. Dus ze proberen, wat ook hun slogan is, natuurlijk de oorlog uit hun kind te halen. En dat doen ze door heel spelletjes met ze te spelen. En dat hebben wij allemaal mogen ervaren, want dat doen ze wel goed. Als je met ze meegaat, dan laten ze je dat ook zelf ervaren. En gaan ze met ons zo'n sessie doen, wat ze met die kinderen doen. En dan doen ze echt simpele spelletjes, maar waarbij dus vertrouwen een rol speelt. Durf je maar eens even te laten vallen, weer in iemand anders handen. En ook heel veel plezier maken met die kinderen. Dus dat die kinderen weer vertrouwen opbouwen, weer vriendjes opbouwen en weer een mooie herinnering opbouwen en daar weer op verder.
Sponsor er dan in mensen om je heen. Wat is het einddoel van deze hele groep? Hoeveel geld? Drie ton ja, is het streefbedrag en we gaan goed ja, de kant op. Ja, we zijn zeker in de buurt. Ja. Een maand was het volgens mij nog 260.000. Ja, dat is een mooi zeg. Prachtig bedrag. Crossworkies, hè? Ja. Keurig. Heb jij nog een vraag? Nee, ik ben gewoon helemaal versteld. Ik zou er graag aan meedoen, maar ik denk, nee. Dan kun je toch maar bij de prijs halen. Ja, dat is aardig voor mij wel. Mijn voorbereiding is niet goed genoeg om vrijdag al te vertrekken. Als het daar volgende week was, dan zou ik het niet. Ja, goed. Ben je er dan? Hoe lang duurt het? Wanneer ben je terug? Wat? Wij vertrekken vrijdag en dan is komen mensen vrijdag op zaterdag aan. De voorbereidingsdag is voor ons zondag. Dan gaan we ook echt alles doornemen, maar ook hoe pak je je tas in, maar gewoon echt alles wat je nodig hebt qua informatie. En dan vertrekken we maandagochtend richting de berg en dan worden alle papieren geregeld en dan beginnen we maandag met de klim. Daar gaan we 7 dagen over doen, dus 5,5 dag omhoog. En dan eigenlijk in de nacht om 12 uur beginnen we aan de topbeklimming. Jullie krijgen voldoende begeleiders ook mee? Ja. Ik bedoel, er zullen ook wel artsen meelopen, denk ik? Nee, Mountain Networks begeleidt ons eigenlijk de hele berg op. Wat gebeurt er al? Mochten zich calamiteiten voordoen? Wat dan? Nou, gidsen er zijn ook lokale gidsen mee. Ja. En Mountain Network heeft ook een hele goede gids mee. Ja. En wat ik begrepen heb is dat we elke dag ook gecontroleerd worden op het zuurstofniveau in je bloed, hoe je hartslag is. Je krijgt je eigen persoonlijke, per twee heb je één persoonlijke gids die daar vandaan komt, een lokale gids. Ja. En die maken een praatje met je, die kijken naar je van joh, gaat het wel? Ze houden heel goed in de gaten hoe je eet, wat je eet. Ja. Het is heel belangrijk om in ieder geval heel veel te drinken, sowieso 3 liter per dag, en te eten. Maar wat ik ook al gelezen heb, is dat je eetlust gewoon echt verdwijnt op die berg met die hoogte. Dus je moet supplementen eten, meegaan? Nou ja, je moet gewoon, nou, supplementen niet, maar gewoon echt tegen je zin in wel wat eten, want anders dan... Is dat echt zo? Je eetlust verdwijnt? Ja, door de hoogte dus is dat... Als de tip, neem iets mee wat je heel lekker vindt. Ja. Niet iets wat gezond is, maar iets wat je altijd kan eten. Ja. Dus Joke neemt mee... Boterkoek! Jij had nog iets over die supplementen daar, want dat is natuurlijk iets wat ze misschien wel kunnen gebruiken. Ja, misschien moeten jullie eens naar kijken. Het is een... mede sponsor van dit programma. Dit is mede de sponsor van dit programma, Balance Your Life. Die houdt zich bezig met de marketing en promotie van hoogwaardige voedingssupplementen. Oh, en met name die Power, die gebruikt Henny ook en die loopt dus een speer. Oké, nou. Misschien moet er even een potje mee. Ga er eens even over nadenken. Ja, dat is inderdaad wel moeite waard. Dan kun je er altijd meer over vertellen. Oké, heel goed. Enorm bedankt. Heel veel succes. Ja, ik hoop dat jullie je doel halen. Fantastisch verhaal. En u, hartelijk dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Thank you.